kan die open. Kan ik daar niet met de stroom komen? Vandaag staan we met Sal in beeld en ook OKFM is natuurlijk aanwezig op de 35e editie van de Jaarmarkt hier in Wijk in Aalburg. En ook deze editie gaat geopend worden door met burgemeester Natrop en atletiekvereniging WIC uit Wijk in Aalburg. Ik wil bij deze officieel ook de jaarmarkt openen. En ik vraag WIC om klaar te staan. Dan ga ik even naar achteren toe. Want ja, jullie hebben mij gevraagd om mee te doen. En de organisatie heeft gezegd van ja, ik heb hier wat dansinstructies. Nou, ik heb ernaar gekeken, beste mensen. En de lat wordt wel erg hoog gelegd voor een 60-plusser. Dus ik ga niet spelbreker zijn. Ik doe met jullie mee, maar ik ga heel goed naar jullie kijken of hoe jullie het doen. En je moet maar niet naar mij kijken. Jacob Bouwman en Carla Vercel, een van de organisatoren van de Jaarmarkt. Dames en heren, afgelopen jaar hebben jullie het voor het eerst gedaan, hè, de Jaarmarkt georganiseerd. Ja, dat klopt. Het was de eerste keer dat wij de Jaarmarkt mochten doen. We hadden overgenomen van de dorpsvereniging en ons wel goed bevallen eigenlijk. Ja, wat was er anders dit jaar dan ten opzichte van vorig jaar, Carla? Ja, we hebben de Jaarmarkt verplaatst naar het centrum. Omdat ze eerst in de Bergstraat stonden, maar omdat we met de winkeliersvereniging wilden we het eigenlijk toch wel bij onze winkels hebben. Dus vandaar dat we het verplaatst hebben naar het centrum. Meer kramen, meer entertainment, meer te doen. En meer kramen, waar praten we dan over? We zitten op 190 kramen en iets van 300 meter vlooroppervlak dat we verhuurd hebben. Dus toch wel een grote markt voor de regio.